Dag Talita. Goedemorgen. Merci om mij te ontvangen om 10 uur 's ochtends op een maandag in, net over de grens, terwijl ik Antwerpen moet passeren. We hebben net gezegd, dat is gevaarlijk, maar het is toch gelukt. Hoe is het? Nou, het gaat goed. Ik vind het in ieder geval superleuk dat je hier langskomt bij mij vandaag. En, ik heb er ook echt zin in. Maar ook, ja, het gaat eigenlijk wel goed. En, ik ben benieuwd naar vandaag. Ja, dit is waarschijnlijk een vraag die je al vaak gekregen hebt de voorbije jaren. Hoe gaat het? Want er is wel wat gepasseerd natuurlijk. Ja, er is zeker wel wat gepasseerd. Ja. Ja, ja. Hoogtepunten en daarna wel veel dieptepunten. En dan weer terug een hoogtepuntje. En, het is een beetje een kwakkelende lijn geweest. Ja. Er valt altijd voldoende te vertellen over Talita. Dat is wel het minste wat we kunnen zeggen op dat vlak. Dus dat is ook wel dat is ook mooi. Het is voor iedereen een rare periode geweest, denk ik, als topsporter sowieso. De coronaperiode voor u, hoe is die gelopen? Vrij rustig natuurlijk. Eigenlijk was het voor mij niet zo heel erg dat de corona om de deur kwam. Klinkt een beetje apart natuurlijk. Maar ik was op dat moment ook nog steeds herstellende van de operatie van mijn hernia en alle naweeën daarvan. Dus op dat moment was het voor mij niet heel nadelig dat er niemand kon koersen. Want op die manier had ik gewoon geen druk om zo snel mogelijk weer aan de start te verschijnen. Dus op die manier kan ik gewoon rustig terugkomen, aan mijn herstel werken en opbouwen naar richting de eerste koers natuurlijk. Dus in dat opzicht was het wel prettig. Ietsje minder prettig was dat ik niet naar de fysiotherapeut kon gaan en naar andere masseurs, et cetera. Maar ja, dat was voor iedereen natuurlijk een beetje hetzelfde. Dus het is niet echt zozeer dat mijn herstel heel erg vertraagd is. En zeker nadat alles weer open ging en alles weer mocht. Of nou ja, binnen de lijntjes natuurlijk. Ja, inderdaad. Ging het ook wel steeds beter. En het gaat nu ook de goede kant op. Ja, want een van de redenen waarom je eigenlijk niet naar uw fysiotherapeut kon gaan, was de grenzen die sloten, denk ik, hè? Ja, ja. En dan konden daarmee. Het was Lieve Maarschalk, of is het nog altijd Lieve Maarschalk? Nee, daar zit ik niet meer bij. Okay. Ik zit nu in Ninove, bij Kine Ninove ben ik terechtgekomen, omdat ik dan bij een arts in Aalst ben geweest. En die hebben me zo doorverwezen. En die deden ook aan aquatherapie. En echt rugspecialisatie met fysio. Dus het was voor mij eigenlijk de beste combinatie om dat daar voor te zetten. Ja. Maar inderdaad, de grenzen waren dicht. En sowieso de praktijk was ook dicht. Dus het was niet eens mogelijk om langs te gaan. Ja, wellicht niet. Dus je moet dat zelf thuis oplossen. In hoeverre lukt dat? Ja, dat is natuurlijk een beetje jezelf behelpen. Ja. Maar vooral ook gewoon niet te veel willen en te snel vooruit gaan, ook op de fiets rustig gaan, thuis de oefeningen rustig gaan aanpakken en niet meteen de zware oefeningen te gaan doen, want dan ga je het natuurlijk forceren. Dus het was echt jezelf een beetje behelpen. En we hebben allemaal de bekende foamroller. Dus die, de foamroller, die is bekend blijkbaar, maar bij niet. Ja, bij ons in de sport, bij ons in de sport wel. Ik moet dus bijleren, blijkbaar. Ja, dat is een beetje een soort van, een beetje de spieren nog zelf een soort van losmasseren. En tegenwoordig hebben we ook de Compex, dus alles erop en eraan. En dan dus je kunt toch op die manier een beetje herstel denken. Ja, want de rug is zo een heel gevoelig. Ik sukkel ook een heel klein beetje met mijn rug als ik het mag vergelijken, zeg maar. Maar het is wel iets dat heel moeilijk weggaat. Hè. Iets dat altijd blijft terugkeren. Dus je moet er denk ik dagelijks mee bezig zijn om het weg te houden. Ja, dat heb ik wel gemerkt inderdaad. Kan ik me voorstellen. De hernia zelf, die hebben ze in november weggenomen. Mm-hmm. En eigenlijk 2 weken daarna ging het ook echt wel goed. Ik kon eigenlijk alweer lopen en ik had niks, geen uitstraling meer in mijn been. Dus het was allemaal supergoed, alleen zijn we daarna te snel begonnen. Helaas met de opbouw en hebben ze niet helemaal goed aangepakt. En op die manier liep ik 3 ontstekingen op. En dat heeft er weer voor gezorgd dat ik 2 maanden in bed lag. Dus, je hebt echt 2 maanden moeten volledig Heb ik weer plat moeten liggen. Dus ja, dan gaat het heel snel achteruit natuurlijk. Ja. Met de conditie ook. En dan met het opbouwen, dan zie je toch wel van het ene moment gaat het goed. En het andere moment heb je overal last van. En dan voel je je rug weer. En dan begin je te twijfelen van, komt dat überhaupt nog wel goed? En je kunt niet op je buik liggen, je kunt niet op je rug liggen, terwijl je toch dagelijks bezig bent met oefeningen om je rug te versterken en de core.
Dus ja, het zijn altijd, de ene week is beter dan de andere. Ja, ja. Hoe gaat het daar mee om? In het begin had ik daar nog wel wat moeite mee. Maar ook doordat ik de afgelopen jaren toch wel wat meer mee heb gemaakt, ja. ook, weet ik nu ook wel hoe ik ermee om moet gaan. En ik probeer altijd nog wel positief te blijven en ja, vooruit te kijken. Ja. En gewoon door te gaan met de oefeningen die ik doe. Omdat ik ook weet, als ik doe wat er op mijn schema staat bijvoorbeeld, dan weet ik ook wel dat ik er ga komen. En een beetje naar jezelf en naar je lichaam luisteren, ja, natuurlijk, is het altijd het belangrijkste. Ja, ja, een sporter moet heel goed kunnen luisteren wat dat betreft. Hè. Ja. Toch naar zijn lichaam. Hij luistert heel weinig naar andere dingen, hij of zij. Maar naar zijn lichaam moet hij heel vaak wel luisteren. Maar ja, misschien helemaal, of nog niet helemaal terug, maar in oktober zeker, zijn we eigenlijk weer terug beginnen crossen. Heb je er eigenlijk niet zo heel veel gedaan, denk ik, uiteindelijk? Nee, ik heb er uiteindelijk maar 5 gedaan. Ja, vijf. Ja, ja. Hoe was het gevoel om toch weer die crossfiets terug op te stappen? Het was 20 maanden of zoiets. Het was heel lang geleden, ja, inderdaad. En ik had natuurlijk nog wel vanaf eind mei nog een wegseizoen gereden. Nog een aantal kermiskoersen, nog wat UCI-koersen. Ja. In augustus, september bleek ik toch wel echt in orde te zijn. Ja, dat was goed, hè? Ook in Lotto Belgium Tour in België. De derde etappe bijna gewonnen op 500 meter na. Dus ja, de vorm was er wel weer. En dan begon het de techniektrainingen natuurlijk weer. Maar toen voelde ik al wel dat er iets niet helemaal klopte. Ik had altijd last van mijn hamstring en van mijn bil. Dus ja, dan ga je bij de fysio en inderdaad in Antwerpen geweest. En ja, dat gaat allemaal vanzelf over. Dat duurt 6 tot 8 weken. Dus ik mocht ook gewoon doortrainen. Nee. Dus ja, dat is ook wat ik deed natuurlijk. Ja. Dus ik was heel erg blij dat ik weer mocht beginnen. En de eerste cross was in Kruijbeek in oktober. Dus ik had 3 dagen van tevoren was ik parcours al gaan verkennen, omdat het toch al even geleden was om op een echt crossparcours te rijden. Ja, ja. En toen vond ik het echt al superleuk om daar te mogen rijden en alweer een interview te mogen geven daar. Dus het was eigenlijk fantastisch en de dag zelf ook. Het ging eigenlijk goed. Ook in de voorbereiding ging het goed. Alleen met de start stond ik achter iemand die op de grond ging, tegen de grond ging. Dus ja, dat was alweer een zure appel natuurlijk. Ja. Ik had direct een minuut achterstand nog het veld in duiken en positie 60. Ja. Maar voor mij maakt het niet eens uit, want ik was eigenlijk heel blij dat ik weer mocht rijden. En eigenlijk ging het ook best wel goed, ook omdat ik eigenlijk vrij weinig techniektrainingen nog had gedaan en totaal dat ritme nog niet had van op de fiets, af de fiets, het lopen erbij. Maar dat hadden we ook in de planning staan. Van, dat doen we de eerste maand doen we het zo. En dan ook in november doen we ietsje rustiger aan. En dan bouwen we op naar richting kerstperiode. Ja. En zo hadden we het eigenlijk ingedeeld. Helaas ben ik niet zo ver geraakt. Ik heb maar 5 crossen gereden. Ja, ja. En toen stond ik aan de kant. Het was een nieuw zeker, hè? Dat eigenlijk naar boven kwam vooral dat de rug helemaal geblokkeerd zat. Ja, in de eerste instantie in Lotto Belgium Tour stapte ik de laatste etappe al af op Gerardsberg. En toen voelde ik al wel iets dat er iets niet juist was. Maar daardoor ben ik ook natuurlijk bij de fysio geweest en die zeiden van nou, dat komt goed. En op die manier ben ik ook gewoon gaan crossen. Maar in Niel was het wel echt de druppel. Als tweede het veld in, achter Lucinda Brandt aan. En dan de zandbak in en niet meer kunnen lopen. En, ik weet niet hoe ik dat die wedstrijd nog uit heb gereden en nog 6e of 7e plek heb behaald. Ja, misschien 5e, ik weet het niet eens meer. Ik was ook bezig met de research te doen. En dan las ik inderdaad dat je heel veel pijn had na de meet. Dat je bijna niet meer van je fiets kon stoppen, blijkbaar. Maar dan keek ik in de uitslag en dan zag ik dat 7e waard. Wat? Ja, dat is dan toch echt op heel veel karakter gedaan. En ik moet zeggen, op de fiets, als ik aan het fietsen was, had ik er minder last van. Want op de een of andere manier, door die flexie in mijn rug, werden mijn wervels een beetje van elkaar afgehaald. En dat toch nog een beetje de ruimte. Maar op het moment dat ik moest staan of gaan zitten, dan kwam er niks meer uit mijn benen. Of uit mijn rug eigenlijk. Mm. Dus het fietsen ging nog naar behoren. maar inderdaad, na de finish was het over. Ja. Dan moet je, toen heb je eigenlijk moeten een operatie ook ondergaan. Is dat dus redelijk snel gebeurd, waarschijnlijk die beslissing om te zeggen van we nemen geen risico meer, wetende dat er al een aantal dingen gebeurd zijn in het verleden om het, dat niet terug, allee, je waren net goed bezig, laat me zeggen, dat niet weer helemaal zo naar beneden vallen. Ik veronderstel dat er ook mee te maken heeft, dat je dan meteen die beslissing maakt, toch? Ja, na Niel hebben we ook, zijn we eigenlijk direct naar de dokter geweest, in Antwerpen was dat.
dokter Manjeu. En die zei ook van, we gaan, of dit ziet er echt niet goed uit. Ik snap ook niet dat alle fysio's en andere artsen niks hebben gezien, want dit is echt een serieuze hernia. Mm-hmm. En ik begon dat ook echt te voelen, want mijn voet wilde al niet meer mee. En dus het was echt serieus. We hebben toen eerst besloten om een epidurale te nemen. In zo'n epidurale injectie. Dus die hebben ze er eigenlijk direct al een paar dagen na de koers, of een week na de koers, hebben ze die erin gezet. En dan hadden we afgesproken met de arts, nou, is het binnen een week niet beter, dan gaan we opereren. Want in eerste instantie zei hij wel van, nou, dit wordt opereren. Maar we probeerden dan toch nog de tussenoplossing. En dat was ook eigenlijk te merken. Want na 3 dagen dacht ik van, nou, ik ga toch eens even een rondje wandelen. Want uiteindelijk moet ik straks ook gaan fietsen. Dus als die epidurale zou werken, dan moet ik ook zien dat het echt werkt. En ja, inderdaad. Hè. Dat ik op de fiets ook geen last heb. Dus ik was een rondje gaan wandelen, maar ik moest naar huis bellen om op te komen halen. Want ik kon niet eens meer lopen. Toch nog op die fiets gestapt. Om te zien, nou ja, weet je. Ja, ik probeer. Want dan zit ik in. Dat was de lekkerste houding eigenlijk. Omdat ik dan het minste last had. Dus ik was wel gaan fietsen. Maar ja, je moest me wel helpen om daarna van de fiets af te halen. Want die fiets die lag zo schuin. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dat was niet de bedoeling. En toen had ik echt wel zoiets van, oké, ik weet het nu zeker. We gaan direct opereren. En inderdaad, de dag of de week erop kwam ik terug bij de arts. En ik zei, graag opereer mij. En de dag daarna werd ik geopereerd. Dus dat ging echt dan in een sneltreinvaart. En ik wist ook van, het is niet alleen maar voor mijn fietscarrière later. Maar ook voor mijn dagelijks leven. Want ik voelde dat mijn been het niet meer deed. Ja, dan wil je niet. Je bent 26 jaar. En je hoort dat je misschien de rest van je leven voet hebt die niet meer meewerkt. Of dan is ook sowieso je carrière om zeep. Ja, want dat is iets dat heel veel mensen vergeten als het over topsporters gaat. Men heeft het dan heel vaak over een blessure. Maar dat is niet gewoon iemand die enkel sport, hè. Die moet daar ook dagelijks mee. Ja, we moeten het ook dagelijks. En ook na de carrière, als je heel veel wielrenners spreekt die van alles gebroken hebben, nog eraf, hebben die er ook nog last van. Dat is niet zomaar weg. Dus inderdaad, je comfort als mens, om het dan maar zo te zijn, klinkt zo heel vreemd eigenlijk. Ja. Maar het is wel waar natuurlijk. De sportcarrière die blijft niet duren natuurlijk. Nee, inderdaad. Er komt nog een heel leven daarna, zeg maar. Ja. Dus het was ook gewoon wel de beste optie om direct te opereren. En ook echt, toen ik wakker werd na de operatie, dacht ik van, wow, mijn been, ik voel hem weer zoals hij zou moeten voelen. Is dat ook een inzicht dat je gekregen hebt doorheen de jaren die minder waren, om het dan zo te zijn, met de problemen die er waren, om dat inzicht te hebben van, er is ook meer dan enkel maar hetgeen wat ik doe op de fiets? Ja, absoluut. Daar denk ik zelfs steeds vaker aan van, ja. Als het nu niet meer lukt met een blessure of zo. Ja, er is ook nog een andere carrière naast het sporten. Dat zijn wel moeilijke periodes af en toe. Maar dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Hoe is het eigenlijk helemaal begonnen in het fietsverhaal? De fiets opgeraakt op welke manier? Eigenlijk door een schoolproject. Veel hoort, maar via een schoolproject. mijn vader is ook leraar op het Zuidwesthoek College hier in Ossendrecht. En daar hebben ze een wielercollege naast de schooluren. En op die manier ben ik ook wat gaan fietsen en mijn vader fietste. En ja, dan ga ik een keer mee en op een hele oude racefiets. Maar dat was eigenlijk wel het begin. En dan rij je een keer een wedstrijd hier in de buurt voor de fun en zo krijg je uiteindelijk de licentie. Ja, is dat zoals wij Belgen, maar ik weet niet zeker of dat jij gaat weten wat ik nu ga zeggen, maar een koetvoeder. Daar versta ik niks van. Liefde op het eerste gezicht. De Franse versie van liefde op het eerste gezicht. Was dat bij u ook het geval dan? Of? Nou, nee, dat nog niet heel erg. Want ik sportte sowieso heel erg graag. Ja. Ik deed eigenlijk van alles. En het fietsen vond ik eigenlijk ook gewoon heel erg leuk om te doen. Maar ik had nooit zoiets van, ik ga echt wedstrijden rijden. Ja. Want er waren nog andere sporten die je gedaan hebt. Ja, van alles eigenlijk. En eigenlijk voor het wielrennen was ik nog aan tafeltennissen. Ja, dus totaal iets anders. Ja, maar dat zegt wel, ik was eigenlijk overal wel redelijk goed in. Dat is heel vaak bij sporters. Die hebben op een of andere manier heel vaak verschillende dingen waarin dat ze goed zijn. Dat heeft natuurlijk met fysiek talent te maken. Ja. Is er een
ergens een link te vinden tussen tafeltennissen en wielrennen? Of ben ik nu nou, helemaal... Nou, niet echt, denk ik. Nee, totaal niet. Kan wel zijn dat er ergens een link is die te vinden valt, maar... Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, nee. Maar ja, gewoon aan het fietsen geraakt en vond het wel leuk. En dan wedstrijden gaan rijden en het ging eigenlijk wel heel goed. En zo ga je dan steeds door. Als het goed gaat, dan... Ja. Die liefde helpt daarin ook wel, denk absoluut. Ik. Hè. Als winnen is leuk of dicht eindigen is leuk. Want bij u is veel winnen geweest natuurlijk ook, denk ik, van in het begin. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk vanaf het moment dat ik begon met koersen bij de juniorencategorie, ging het eigenlijk al heel goed. En ja, ik snapte helemaal niks van wielrennen. Hè. Ik was altijd de lompste in het peloton. Ik reed altijd langs het peloton heen, de hele dag op kop. Volgende wind. Maar op die manier ben ik denk ik wel berensterk geworden, om het zo maar te zeggen. En dat heeft me dan ook een mooie WK-plaats op vierde stekken in Kopenhagen bezorgd. En zo bij Rabobank binnengekomen eigenlijk. Ja, ik denk bij de junior nog Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Ja, 2012. Ja, zoiets, 2011 ben ik Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Ja. Dus dat is van al dat kopwerken. Ja, inderdaad, want dan kun je niet in het wiel gaan zitten natuurlijk. Hè. En toen zit je inderdaad overgestapt, eigenlijk zonder de belofte categorie te doen. Ja, die hebben wij eigenlijk niet. Bij ons is junior dames en dan ga je direct over naar belofte elite dames. Ja, inderdaad. Ja. Ik ging zeggen, er Remco Evenepoel gedaan, maar ja, inderdaad, er is niet zoveel. Het is nu ondertussen aan het beteren, denk ik, wat dat betreft. Je ziet eigenlijk alleen maar op de Europese kampioenschappen en op WK, geloof ik. Enkel inderdaad op dat ze daar een aparte beloftecategorie hebben. Wat dan eigenlijk heel vreemd is van de week, zie je dat dan ook op tv. Ze weten eigenlijk niet dat ze zelf koers moeten maken. Ja. Omdat ze altijd meegevoerd worden door de elite rensters. Dus dat is wel jammer dat dat bij de dames nog niet echt is. Ze maken wel wat onderscheid tussen clubcompetitie en de UCI-rensters. Ja, ja. Dus dat is wel iets, maar echt de beloftecategorie die zit er bij ons niet in. Nee, inderdaad. Maar dan komt er wel op een... inderdaad, zoals hij zelf zegt, bij Rabobank terecht. Wat op zich al een mooie naam is. Je zit 18, denk ik, op dat moment. Ja. En dan komt hij in de ploeg met de namen die er toen waren, en ik ken ze niet allemaal van buiten, maar er waren er wel een paar met heel grote namen. De Vos. Ja. Wie zat daar nog toen op dat moment? Op dat moment reden wij met Pauline Ferrand-Prevot in de ploeg. Een Duitse Sarah Duster, die op dat moment echt wel hoog niveau was. Nog een Russische Tatjana. Maar we reden echt met de wereldtop rond absoluut. Eigenlijk. En vervolgens kwam Annemiek van Vleuten erbij en Lisbeth de Vocht zat erbij. En dat zijn allemaal wel de grote namen. Ja, ja. Is op dat moment een kleine meisje uit Ossendrecht, of Ogerijden ondertussen. Het is niet ver van elkaar. Nee, ik ben er net tussen gereden. Dus het is nog niet, inderdaad. Maar is het die geïntimideerd of... Toch zoiets van, dit zijn allemaal toch grote namen. Ik ken die toch van op televisie of van in boekjes misschien. Of ja, het was wel spannend. Ja. Ja. Zeker omdat ik ook eigenlijk nog niet heel veel van de koers begreep. Ja, ja. Was het voor mij wel iets speciaals. En het was eigenlijk gewoon vanaf dat moment leren. En ik denk ook wel, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik op die manier echt wel goed heb geleerd en echt stappen heb gemaakt. En dat is ook echt wel te zien. Ja, het is een spoedcursus die je moet doen, denk ik. Maar als je daar niet de kwaliteiten of niet de motivatie voor hebt, dan lukt dat ook niet. Dan gaat je misschien er net onderdoor, omdat je denkt van, hoe ga ik dit allemaal doen met al die toppers? Ja, ik werd ook wel echt al heel goed begeleid, hoor. Ook vanuit de ploeg hadden we een trainster, Wilma Franke, waar ik eigenlijk nog steeds bij zit. We hadden een ploegarts, we hadden de juiste mensen om ons heen, de verzorgers. Dus eigenlijk was voor ons alles goed geregeld. En dat maakt het ook dat je nergens over na hoeft te denken. En dat je gewoon je ding moet gaan doen. Ja, en dat verandert ook veel, denk ik. Hè. Op dat moment is dat de eerste keer dat je er professioneel mee bezig bent. Dus dat is ook allemaal inderdaad, zoals hij zelf zegt, er wordt voor u gedacht over praktische dingen. Ja. Dus... En al dat materiaal, daar hoef je allemaal geen zorgen over te maken. Nee. Want het materiaal is in orde, kledij is in orde. Eigenlijk, je gaat naar de wedstrijd toe of naar je training toe en je voert hem uit. En dan, De realiteit is dat dat nog altijd in bepaalde ploegen in het vrouwenwielrennen niet altijd het geval is. Hè, wat dat betreft. Het is nu al veel gebeterd, denk ik. Maar voor hetzelfde geld, als 18 jaar hebben we dat heel vaak het geval. Ze zijn in een minder situatie terecht en
Ja, absoluut. Dat zijn wel hele mooie kansen die je krijgt. En ja, het is ook, ik zat ook echt in een van de betere omgevingen natuurlijk. Ja, het is dus het is ook wel jammer dat Rabobank dan natuurlijk gestopt is na 5 jaar. Ja. Want het was echt wel een goede, eigenlijk een opleiding voor mij, echt naar de top toe. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, zijn dat dan voorbeelden ook? Iemand als Marianne Vos, ik denk een meisje die op de fiets stapt en geen fan is van Marianne Vos, zou die nog bestaan? Maar dat ook wel een voorbeeld, denk ik, voor u als je daar... Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Maar je kijkt sowieso op naar alle grote namen en eigenlijk sowieso naar al die rensters, omdat je... Ja, als jong puppy eigenlijk daar terecht komt. En nou ja, wat ik zeg, ik had geen verstand van koers eigenlijk. Ja, dus dat je dan dat allemaal mee kunt maken van zo dichtbij. Om te zien wat die er allemaal voor doen en hoe dat zij iets aanpakken, is dat wel heel erg mooi. Ja, waarschijnlijk echt een leerschool. Ja, ze is steel met de ogen, om het zo te zeggen. Ja. Want je lag ook af en toe met haar op de kamer, hè, met Marianne Vos. Ja, ja, we lagen eigenlijk altijd met iedereen wel op de kamer. Ja, ja, okay, een goed leersysteem. Ja, ja, oké, okay, zo. Je hebt ook een zilveren medaille gehaald toen op het WK tijdrijden. Met de namen, en die heb ik nu al opgeschreven: Lucinda Brandt, Pauline Ferrand-Prévot, Roxanne Kneteman, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Talita de Jong in de ploeg. Ja. Dus, ja, dat, een dat, naam, was, dat was een mooie naam. Als je dat kan mee uitpakken. Dat was in Richmond, denk ik, in de VS. Nee, daar waren we derde. Wij zijn tweede geworden in... Ah, kijk. Er zijn nu fouten in mijn research, blijkbaar. Research. Nee. Voor zover dat hij er is. Nee, maar inderdaad, het is het tweede geweest met die ploeg, alleszins. Ja. Dat zal stevig vooruit gegaan zijn, alleszins. Want heel veel ploegen tijdrit zult je ook nog niet in de benen gehad hebben, denk ik. Nee, die zijn er ook eigenlijk niet zoveel. Ik weet dat nog heel goed. In 2012, eigenlijk het eerste jaar dat ik bij Rabobank zat, was het WK in Valkenburg. En ik was daarheen ook met naast de ploegentijdrit selectie, samen met Roxanne Kneteman. En wij waren daar eigenlijk gewoon als reserve. Van moest er iemand ziek worden of dan valt er een van jullie in. En dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik gewoon daarheen ging en ik dacht van, nou, ik ga een keer lekker trainen. En dat is wel heel erg mooi zo. Oké, je krijgt geen WK-ploegentijdrit, maar dat is helemaal niet erg. Want met die kleppers gaat het toch heel lastig zijn om dat bij te benen. Maar uiteindelijk, de dag voor de ploegentijdrit, werd er dan toch een switch gemaakt in de selectie. En moest er iemand thuis blijven en ik kreeg dan in de plek... Dus dat was wel heel speciaal. Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat hij ging mee? Nee, ik was helemaal niet de bedoeling dat ik mee ging rijden. En, maar toch die dag ervoor te horen gekregen van, nou, we gaan switchen. En jij rijdt, Talita. Ja. Ah, oké. Okay. Veel plezier. Dus de tactiek een beetje besproken. En nou ja, parcoursverkenning hadden we natuurlijk al gedaan. Ja. En, maar het liep dan met de dag zelf... de start liep eigenlijk al mis met Pauline Ferrand-Prévot. Die kon niet meer schakelen. Mm-hmm. Dus we hebben daar een minuutje verloren omdat we moesten wachten op haar. Want ja, het was toch een tijdrit van 40 kilometer. En liefst zoveel mogelijk. En ook wel een van de motoren natuurlijk. Ja, absoluut. Die we erbij wilden hebben. Dus daar hebben we gewacht. En dan na 4-5 kilometer kwam de rotonde. En daar gingen Pauline en Iris Lappendel tegen de grond. En toen was het van, ja, jullie moeten nu door. Toen was het wel zoiets van, ja, ik moet nu samen met Marianne Vos, met Annemiek van Vleuten en Tatjana, de Russische, moet ik mee, want ik moet mee finishen. Ja, dus dat was wel iets van, slik. Maar uiteindelijk heb ik het goed gedaan. En natuurlijk hebben we op een bepaald moment gezegd, Talita, jij slaat even een vijftal beurten over of zo. En dan, want ja, je moet die Kouberg mee op. Ja, en uiteindelijk ging dat eigenlijk heel goed. Ja. De Kouberg kwam ik als tweede boven, geloof ik. Dus dat was netjes. Dat was een hele mooie ervaring. En inderdaad, daarna zag ik ook wel dat ik een van de vaste waardes werd in de ploegentijdritten. Ja. Ook omdat ik heel veel rust geef op de fiets eigenlijk. En in zo'n treintje is toch wel belangrijk dat je dat er een rustig iemand tussen zit. Ook qua fietsbeweging. Puur qua karakter? Of hoe moet ik dat zien? De rust op de fiets? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, op de een of andere manier zit ik zo rustig en relaxed op mijn fiets dat ik blijkbaar geen signalen geef van ik heb stress of... Dat is echt het mentale ook. Natuurlijk kon ik ook hard fietsen, want uiteindelijk moet je wel bijblijven. dus ik deed ook mijn goede kopbeurten.
daar niet van. Maar ja, ik was toch een vaste waarde in de ploegentijdrit. Ja, ja. Dat is de zwaarste discipline, zegt altijd zegt iedereen toch. Is dat effectief zo zwaar als de mensen zijn? En, ja, dat is, ja, dat is afzien tot... tot aan het gaatje. Ja, tot aan het gaatje. Ja. Dat is wel de zwaarste discipline, maar ik vind dat ook wel een van de mooiste disciplines. Dus ja, ja, het is ja. wel heel erg jammer dat dat nu niet meer is. Ja, ze hebben nu zo op de EK iets geprobeerd met die mixed relays. Ja. En ik heb het zijn ze vorig jaar denk ik begonnen op het WK. Ja. Maar dat is niet, niet iets. Echt een succes. Dat is geen doorbraak. Nee, nee, nee. Want bij ons, de Belgen, die hebben zichzelf de volledige vernieling gereden. Ja, er lag er eentje slecht bij gelopen. Ja, ja. Dus het is nog niet, niet helemaal op punt wat dat betreft. Nee, want ja, het is natuurlijk een ploegentijdrit. Ja. Dat is makkelijker, iets makkelijker om te trainen dan dat jij rensters of renners van drie verschillende de ploeg bij één plukt, ja, die kunnen niet samen trainen. Nee, en dat is eigenlijk wel een Het is een puntje. Teamprestatie die je moet kunnen doen. En het is niet eenvoudig in het wielrennen, want iedereen zit in een team, maar je zit allemaal altijd individueel bezig natuurlijk. Ja. Dus, want ik herinner mij ook Tom Boonen, die heeft ooit, en ik denk zelfs dat dat op het WK in Valkenburg ook was, het WK tijdrijden met de ploeg gewonnen. En die zegt nu nog altijd dat dat een van zijn mooiste overwinningen is. Terwijl die heeft alles gewonnen. Ja, die gewonnen. Heeft genoeg. Meerdere keren gewoon alles. Dus ja, dat zegt wel iets over wat de mensen in het peloton daarvan waarde aan hechten uiteindelijk. Ja. Hè? Ja. Daarna, dat is 2012, eigenlijk zijn ze dan pas het veld ingestapt? Nog later zelfs. Want ik inderdaad, nog later. 2013, in december, was ik twee KMU-crossen gaan rijden. En de eerste hier in Huibergen werd ik tweede. En de volgende in Amersfoort won ik. Dus dat was allemaal wel leuk. En toen kreeg ik bondscoach Johan Lammert aan de telefoon. Die zei van, nou, ga je mee naar Namen? Ik dacht, nou ja, leuk toch? Een wereldbeker in Namen. Maar ja, ik had een zelf gekochte fiets. En er was een wat goedkopere groep erop. En ik had nog niet zoveel ervaring met echte crossparcours, zou ik maar zeggen. De naam, ik ga elk jaar naar naam voor mijn werkgever, voor Galazzo. En ik ken daar het parcours. Als je daar maar gewoon zonder idee naartoe gaat, dan schiet je wel, denk ik. Ik had het waarschijnlijk wel een keer op tv gezien, maar in echt is het toch iets heel anders. Want de verkenning, ik weet het nog wel heel goed. Ik stond ergens bovenop een klim en ik dacht, hoe moet ik hier in vredesnaam naar beneden? Ik stond gewoon echt te huilen, tranen in mijn ogen van, nou, dit ga ik echt niet doen. En dan komen er renses voorbij. En ja, oké, ik ga het toch maar proberen. En inderdaad, uiteindelijk in de wedstrijd denk je daar niet meer over na. En het ging eigenlijk nog vrij goed. En op die manier mocht ik mee naar Heusden-Zolder. En dan mooi NK gereden. En dan was het wereldkampioenschap hier op dit moment nu mijn achtertuin in Hoge Heide. Ja, ja, inderdaad. 2014, waar Marianne won. En ik als, nummer 7 zeker? Ik was 8e geworden, ja. Ja, ja. Of en, ja, voor haar 7e titel. Ja, voor haar 7e titel. En ik een 8e plek voor mijn eerste WK. Eigenlijk zonder ervaring en zonder verwachtingen. En het was gewoon superleuk om thuispubliek te rijden. Ja. En dat was wel het punt van, ik zei, nou, ik ga door met crossen, denk ik. Ja, ja, ja. Gaat eigenlijk wel goed. Ja, als je dat goed gevoel hebt, dan kun je daar inderdaad wel. Heb je dan specifiek ook bepaalde trainingen daarnaartoe moeten? Of dingen moeten veranderen in uw programma? Want ik kan mij voorstellen, als je de winter crosspot, dat wel iets verandert aan hetgeen wat je in het jaar doet. Ja, nou, in principe bleef bij mij mijn wegseizoen voorop staan. Ja, en dan heb ik gewoon 2014 ook op de weg gereden. Ja. En dan was de bedoeling om dan ook weer die winter te gaan crossen, 2014, 2015. Maar dat gooide ook wat goed in te eten, dat ik in Ponferrada op het WK mijn sleutelbeen brak. Mm-hmm. Dus dat jaar heb ik dan niet gecrossed. En dan vervolgens in mei 2015 teruggekomen op de weg. En eigenlijk heel goed en heel sterk gereden. Ook op de Kouberg, de koninginnen-etappe van Brussels Ladies Tour gewonnen. Ja. Een beste jongerenklassement. Eigenlijk was ik daar echt wel op hoog niveau. Ja. En op die manier ben ik dan ook het veld natuurlijk ingegaan. Wat ook resulteerde uiteindelijk in hele mooie truien begin januari. Ja, ja, absoluut. Dus, absoluut. Ik ging het nog vragen, heeft die stap naar het veld dan ook een betere renster gemaakt? Als ik zie dat die resultaten ook
nog een stapje hoger gegaan zijn het jaar daarna of de jaren daarna. Ja, ik denk wel dat het elkaar sowieso, het helpt elkaar sowieso. Ja. Natuurlijk, die explosiviteit die je in het veld nodig hebt, kun je mooi gebruiken in het voorjaar op de weg natuurlijk. Maar ook, ik heb wel een flinke basis nodig en ik koers ook liefst zo lang mogelijk op de weg. Zodat ik echt de goede vorm kan behouden in die winter. Mm-hmm. Dat de basis er is sowieso. Ja. Dus voor mij helpt het wel om elkaar of allebei de disciplines te doen. Maar natuurlijk, op het moment dat je allebei wilt gaan doen, moet je wel een beetje gaan skippen in je programma. En dat is iets wat ik nog niet heel graag doe. Want ik rij ook heel erg graag op de weg. Mm-hmm. Ja. Dus voor mij was cross altijd op de tweede plek wel. Wat eigenlijk wel heel goed ging dan op een tweede plek te staan. Ja, inderdaad. En, ja, voorbereidingen, ja, dat was vrij moeilijk. Omdat ik dan natuurlijk september ook gewoon nog op de weg reed. En soms nog een wereldkampioenschap meereed. Dus de echte cross trainingen die begon ik eigenlijk pas net voor mijn seizoen op het veld. Maar ik merkte ook wel dat ik steeds cross per cross beter werd. Dus als ik er nu inderdaad op tijd in ga investeren, komt dat er wel. Ja, want ben je nu op dit moment bezig met die voorbereiding op het veldritseizoen nu? Of, nee, eigenlijk nog niet. Nog niet, waarschijnlijk nog altijd de revalidatie. Ja, ik ben nu wel echt wel echt goed bezig. Half september ga ik gewoon op de weg beginnen koersen. Ja. Vandaag rijdt de ploeg de eerste wedstrijd UCI-koers voor hun. Die sla ik nog even over, want ik vond vandaag ook belangrijk natuurlijk. Nee, ik had dat sowieso op de planning staan om half september te beginnen op de weg. Ja. En aangezien ik dan tot begin november, 3 november, op de weg ga koersen in Bretagne. Ja, de ploeg heeft mij gewoon nodig om overal te mogen rijden natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus op dit moment ben ik nog niet bezig met de cross, dan ben ik echt bezig om de opbouw naar de weg. Ja. Dat is mijn typisch Belgische blik om direct naar de cross te vragen. Omdat, ja, ik denk dat heel veel mensen u kennen in België vanuit de cross. Iets meer dan dat ze u kennen van op het wegwielrennen. Ja. Ik heb de indruk dat in Nederland de omgekeerde weg is misschien. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat die focus niet alleen bij u zo is, maar dat dat in het algemeen zo is. Dat er in Nederland meer focus op de weg nog steeds ligt dan... Ja, in Nederland zijn er natuurlijk ook eigenlijk maar twee crossen, geloof ik. Vaak is dat begin oktober in Gieten en je hebt nog de Nacht van Woerden, geloof ik. Maar ik denk dat het daar dan ver ophoudt, naast natuurlijk de wereldbeker hier in Hoogheide. En in Hulst nog een wereldbeker. Ja, maar dat is het eigenlijk. En heel dat veldrit... leven bevindt zich in België natuurlijk. Net over de grens ook. Ja. Letterlijk. Dus, ik woon wel op een goede plek, hoor. Ja, inderdaad. Wat dat betreft heb je wel een goede plek uitgekozen om de... Ja, wat is hier allemaal in de buurt? Essenkamp, dat is ook allemaal niet zo heel ver natuurlijk. Nee, dat ligt hier allemaal dichtbij. Ja. Want ik ben iemand die voor Gladze ook af en toe die crossen doet. Maar ja, voor mij, vanuit Gent, of bijna Gent, dat is een stukje rijden natuurlijk. Ja. Dus ik heb altijd de pech dat ik redelijk ver moet. Dus, maar oké. Die periode natuurlijk was uw beste periode richting een Nederlands kampioenschap, Europees kampioenschap, uiteindelijk een WK. Heeft dat veel veranderd, dat WK, voor u? Eigenlijk niet zozeer. Nee. Want ik was gewoon nog altijd ook al bezig met het wegseizoen eigenlijk. Want 2 weken voor het NK zat ik gewoon nog in Spanje met de wegploeg van Rabobank te trainen voor het voorjaar eigenlijk. Dus ik kwam eigenlijk in hele goede vorm ook terug. We hebben wel twee trainingen in de duinen gedaan om toch dat zandgevoel een beetje te behouden. Wat eigenlijk resulteerde in een hele mooie NK-titel. En 2 weken later stond ik hier in Hoogheide ook aan de start. En werd ik in mijn Nederlandse trui ook netjes 2e achter Sophie de Boer. Dus dat was wel... ik was gewoon echt in bloedvorm natuurlijk. Ja. En de week erop WK. Heel veel mensen hadden mij als favoriet opgeschreven. En dat hoorde ik wel zo links en rechts voorbij komen. Maar toch, er stond dus echt nog zo van in van... Ik ga gewoon lekker crossen. Ja. En ik zie het wel. En...
Als ik me niet vergis, waren ook de jongste van het volledige starters. Ja, ik was de jongste, dus dat was natuurlijk heel erg mooi. Maar ik heb gewoon een hele mooie wedstrijd gereden. En ik heb mijn eigen wedstrijd gereden, ook omdat het in het begin wat fout liep. Maar dat is misschien ook alleen maar in mijn voordeel geweest, omdat ik dan echt de focus op mezelf heb moeten leggen. Op die manier renzen voor renzen in heb gehaald. Ja, want dat was inderdaad zo een beetje een inhaalrace voor u. Het was ook weer een inhaalrace voor mij. Wat was er nu juist weer in de beginfase die misliep? Ja, in de beginfase werd ik ingesloten in de start. Ja. En vervolgens werd ik door een Spaanse grindbak ingereden daar. Dus positie 30-35 moest ik weer van terugkopen. Maar op die manier heb ik denk ik wel gewoon mijn eigen wedstrijd gereden. En geprobeerd om zoveel mogelijk rensters in te halen. En uiteindelijk heb ik ze allemaal ingehaald. Ja. Je zegt zelf, die wereldtitel op zich heeft niet zo heel veel veranderd. Nee. In de zin dat het verhaal van de sponsors die er dan bij komen kijken of meer ergens naartoe moeten voor een of andere interview, podcast, wie weet. Is dat eigenlijk ook meegevallen? Heeft dat dan ook te maken? Ik kan mij voorstellen, dat was bij ons, zou dat in België onmogelijk geweest zijn om daar redelijk... Hoe moet ik het zeggen? Hetzelfde regime te kunnen aanhouden als we in België bijvoorbeeld al niet mogelijk zijn. Wij zijn natuurlijk altijd het zot, maar... Het viel eigenlijk goed mee. Toch, en je moet ook wel een keer nee zeggen natuurlijk. Dus ik heb die week, een week na het WK, heb ik heel veel nee moeten zeggen ook. Ja. Omdat het gewoon heel druk werd dan natuurlijk. Dan wel, En dan begin je toch wel wat minder fit te voelen. Ja. En de week erop stond ik gewoon nog in Sint-Niklaas aan de start. En ik had nooit verwacht dat ik daar ook nog zou winnen. Dat zal waarschijnlijk op de euforie zijn geweest van de week ervoor. Ja. Want ik werd die week echt geleefd. Ja, ik kan het voorstellen. Dus het was wel... Het was druk, maar ik heb het toch nog binnen beperken kunnen houden. Ja. Proberen te houden. En, het is wel een droom natuurlijk, hè. Zo'n trui. Daar kun je niet rond natuurlijk, dat iets heel speciaals is. Dat is iets speciaals. Is dat dan het cliché van ik ga ermee slapen? Of is ik daar nu te Nou, ik heb cliché? Het wel gedaan. Ja, toch? Ja. Ik heb het toch maar, toch maar gedaan, ja. Dus ik dacht dat Marianne had gestuurd. Wel in je trui slapen, hè, kampioen. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Als Marianne Vos u raad geeft... Kijk, dan moeten we dat opvolgen. Ja, dan moet je dat inderdaad doen. Want Marianne Vos heeft niet alles gewonnen, maar Marianne Vos heeft alles 3 keer gewonnen, om het zo te zeggen. Ja. Maar natuurlijk, voor onze Belgen is dat een ander verhaal. Maar dat was natuurlijk wel, is dat het beste dat je ooit gevoeld hebt op de fiets op dat moment? Of zijn er nog momenten geweest die beter, later ook natuurlijk, een Giro Rosso kan ik mij voorstellen? Ja, ik heb eigenlijk nog wel meer momenten in dat jaar ook gehad, 2016. Ja, dat jaar was een fantastisch jaar. Hè? Echt wel heel goed, want het was ook waar we het nu net over hadden, van die trui, maar dat was ook... Ik had die trui behaald. Ik heb de weken na gecrossed in die trui in Sint-Niklaas. Ja. Ik won hem dan ook. Dus dat is zoiets speciaals. Maar op dat moment wordt het ook wel redelijk snel afgesloten. Ja. Omdat ik gewoon weer het nieuwsblad eind februari op de kalender stond. En er weer een voorjaar aankwam met de ploeg. Dus dan ga je toch wel snel, moet je schakelen. Maar dat vond ik eigenlijk niet eens zo erg. Ik heb daarna inderdaad op de weg heel mooi... Heel mooi seizoen gereden. Ja. Inderdaad, nog een overwinning in de Giro Rosa. Trentino ook, denk ik. Trentino ook gewonnen. Ik heb een heel mooi seizoen gehad op de weg ook in 2016. Ja, inderdaad. Dat was waarschijnlijk uw beste jaar. Een van de beste jaren. En dat trok ik eigenlijk direct door in het veld, door in Ronsen te winnen. En nog een aantal crossen, altijd podium en dan de EK-trui. Dus dat was echt wel de kerst op de taart eigenlijk dat zou doen. Ja, want het was ook wel mooi op dat moment. Zijt je ook maar 23 jaar, hè? Ja. Dat is iets wat heel veel mensen vergeten, hè? Vergeten. Ja. Op dit moment 26 zijt. Dat is een heel mooie leeftijd. Niet omdat ik het ben. Maar, maar goed, je zit op dat moment nog heel jong op zich. Wat renster zijn betreft, hè? Dus, Absoluut, ja. Als je ziet, als je altijd hoort en ziet ook van de Rens is 27, 28, 29. Ja, inderdaad. Op topvorm. Dus ik hoop dat hij er dan nog komt. Ja, ik heb wel. ik hoop mee. Ik heb al de indruk dat dat meer en meer aan het opschuiven is. Het schuift steeds meer op. Zeker als je naar de Nederlandse dames kijkt. Ja, inderdaad. Dat is een Annemiek van Vleuten en Marianne die hier serieus mee kan. Ja. En,
Ja. Dus die ervaring die helpt natuurlijk absoluut nog altijd. Maar ja, iemand als Annemiek van Vleuten is wel straf natuurlijk. Die is altijd al top geweest. Maar op een of andere manier is daar toch nog een stap bijgekomen. Eigenlijk na een zware blessure. Hè? Eigenlijk na Rio, hè, is die nog sterker geworden. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een mooi voorbeeld voor u ook natuurlijk. Hè? Absoluut. Als je die ziet rijden, dan vraag je af waar het allemaal uitkomt. Want, Ja, die heeft die La Course ook gewoon iedereen uit het wiel... Nee, niet iedereen uit het wiel gereden, maar eigenlijk gewoon heel dat peloton op zichzelf gewoon op kop gereden. Ja. Gewoon heel dat peloton uit stukken gereden. Dus het is wel straf natuurlijk als je het allemaal ziet op die leeftijd. Dus er kan nog wel een aantal jaartjes bij voor u ook. Hè. Dan mogen we alles eens hopen. Ja, ja, inderdaad. Want eigenlijk, ja, na dat topjaar is het misschien net helemaal naar beneden gaan door omstandigheden. Ja, ja, ja. Helaas ook hier in Hoogheide naast mooie dingen meegemaakt te hebben. Ja. Inderdaad, het was 2017, de week voor het WK, dat ik mijn titel moest verdedigen. Ja, lag ik hier tegen de grond en een spierscheur. En uiteindelijk is dat nog wel relatief snel genezen. Alleen, dat jaar is helemaal misgelopen. Ja, Omdat ik ook eigenlijk niet de tijd heb gehad om echt voldoende nog op de basis te trainen. En want jij ligt er toch uit en een spierscheur, ja, dat is niet... Bij de ene is het al sneller genezen als bij de ander. Ja, spieren, en dat kunnen je niet, kunt daar niet voor iedereen bepalen natuurlijk. Nee. En dat jaar is dus een beetje in de soep gelopen. Uiteindelijk nog wel een mooie wedstrijden gereden hoor, daar niet van. En nog goede resultaten behaald. Maar dat heeft mijn lijf dat jaar wel helemaal uitgevrongen. Ja, ja, inderdaad. En toen... Dus net dan dat je ook overgestapt bent naar een nieuw team, dat eigenlijk voor een groot deel rond u gebouwd was, denk ik, voor de wegploeg. Dat was de bedoeling, ja. Ja, en dat was inderdaad de bedoeling. Is dat ook de druk die daarmee te maken heeft, of was het gewoon iets compleet fysiek? Ja, uiteindelijk was het gewoon mijn fysiek wat achterbleef, omdat ik niet de middelen had en de rust had om daar rustig aan te werken. En dat is wel jammer geweest. Ik werkte ook met een andere trainer samen en die merkte ik eigenlijk alleen met mannen. En daarin zie je toch wel het verschil. Dus als je een mannelijke renner bent of een dame, ik had gewoon meer rust nodig. En ik heb gewoon op de verkeerde momenten hard moeten trainen. En dat heeft uiteindelijk mijn lijf uitgevrongen. Ja. Dus het heeft heel lang geduurd voor er een soort diagnose was over wat het juist was. Ik kan me voorstellen dat die periode wel heel erg frustrerend moet geweest zijn. Dat je een nieuwe vloek bijleert op dat moment. Ja, dat was wel lastig inderdaad. Want ik klaagde eigenlijk vanaf het voorjaar al van mijn benen. Het zijn betonblokken, zo hard staan die spieren. Niemand wist er raad mee. Ik kwam bij de fysio, ik kwam bij de masseur, maar niks hielp. Dan ga je bij een andere arts en die zegt dit en de ander zegt dat. En je weet het op de duur niet meer. Ja. Je gaat ook maar door natuurlijk. Ja, ja. Dus dat was wel lastig inderdaad. Ook om het zelf een beetje uit te zoeken. Ja, inderdaad. Ja. Omdat ik dat natuurlijk was, ik bij Rabobank was alles geregeld voor je. En je moest maar alleen maar de ploegarts te bellen en alles werd geregeld voor je. En nu moet je dat toch een beetje zelf uitzoeken. En ja, uiteindelijk is dat gewoon een rampjaar geworden. Maar toen bleek achteraf dat ik Pfeiffer had gehad. En op de verkeerde momenten had hard moeten trainen. Had moeten trainen ook. En uiteindelijk was de diagnose non-functional overreach. Ja, die hebben we... Even kijken, want ik ben dan het jaar erop in 2018 weer naar een andere ploeg gegaan. Naar Experza Foodlogics, ook een Belgische ploeg. En daar ben ik eigenlijk direct al moeten gaan crossen op 1 januari. Terwijl ik eigenlijk nog tot november rust had. Ja, omdat ik aan het herstellen was natuurlijk van het slechte jaar. En ik merkte vooral dat ik gewoon niet vooruit te branden was. En de eerste week in Baal, maakte daar ook wel een flinke val. Werd ik nog wel 14e, maar dat was niet het gevoel wat ik normaal had. Het goede gevoel. De week erop in Leuven werd ik 2e en ik had nog een NK gereden met een 5e plek. Dus daar zag je het niet echt aan de resultaten. Mm-hmm. Maar voor mezelf voelde ik dat het niet goed zat. En dat zagen we dus ook echt wel in de voorjaarsklassiekers. Dus ik heb eigenlijk geen koers uitgereden, volgens mij enkel Gent-Wevelgem.
Tot het moment dat ik echt heb gezegd, samen met mijn trainster, Wilma Frank op dat moment weer gelukkig, van ja, maar hier moet iets aan de hand zijn. En toen hebben we inderdaad zijn we bij de VUB in Brussel terecht geraakt, waar ze echt non-functional overreaching testen doen. En ja, dat bleek dat ik dat dan ook had. Ja. Hoe moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen, bij die diagnose? Eigenlijk ben je overtraind, ja, om het simpel te zeggen. Heel simpel, je herstelt gewoon niet meer van je, van je dingen die je doet, van de trainingen die je doet, van de prikkels die je krijgt. Ja, hoe valt dat op te lossen? Door te rusten. En ja, heel veel rust in eerste instantie natuurlijk. Vraag, maar, maar dan daarna ook geleidelijk aan, dus heel erg rustig die opbouw. Uiteindelijk heeft het bij mij ook bijna een jaar geduurd voordat ik hersteld was. Want ik deed onder 3 maanden deed ik een nieuwe test. En je zag dan steeds beterschap. De tweede test was al beter dan de eerste. Ja. Maar dan zie je dat je in die hoge zones nog niet herstelt. En dan de derde test denk je van nou, ik ben er klaar voor. En toen had ik een aantal weken thuis veel stress. En toch gingen de trainingen goed. En toch komt er dan toch uit die test dat je nog niet belastbaar bent. Ja. Dus dan valt dat weer tegen. Maar gelukkig de vierde test... Ja. In april heeft toch bewezen dat, het, uiteindelijk dat toch, ik belastbaar was. Dus. Ja, de goede richting uiteindelijk weer, weer uitging. Hoe belangrijk is uw omgeving op dat moment om zoiets zeg maar, te ondersteunen? Want een sporter die thuis zit en moet rusten op zich is al niet het leukste. Nee. Die niet mag koersen, nog minder leuk, denk ik. Hoe waart je zelf op dat moment en hoe gaat de mensen rond u? Nou, op dat moment was ik, zat ik er zo doorheen, omdat, omdat ze mij ook gewoon niet geloofden dat, dat ik overtraind was. En dat je daar rust voor nodig hebt. Ik heb dat jaar ook gewoon in juni mijn contract opgezegd. Ja, want ik kon daar niet meer aan. Daar krijg ik alleen maar stress van. En zeker als men, toch niet gelooft. Ja, sorry, dan hoef ik er niks meer van te weten. Dan doe ik het op mijn eigen manier. En op die manier ben ik dan ook uiteindelijk ook teruggekomen. Maar ja, je merkt wel dat je heel erg veel steun nodig hebt op die momenten. Want ja, je kunt niks doen, je mag niks doen. En ik weet wel dat mijn vader zei, ja, maar ga toch een keer een rondje wandelen of ga een keer een rondje fietsen. Ja, maar ik mag niet. ik moet rusten. En, ja, maar dan word je toch niet moe van. Ja, maar op dat moment mocht ik dat gewoon echt niet. Nee, en, nee. Dan zie je toch wel dat je veel mensen nodig hebt die toch een beetje op blijven beuren. Want ik, op dat moment heb ik ook echt mijn fiets aan de haak willen hangen. Want ik wilde echt niet meer fietsen. Ik vond het echt niet meer leuk. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Als je een bepaald niveau gehaald hebt en stapt op die fiets, en het is een heel ander niveau, dat confronterend is. Dat is behoorlijk confronterend, ja. En zeker, je moet naar je lijf luisteren. En als mensen dan niet naar jou willen luisteren als persoon, dan is dat heel erg moeilijk. Ja, en er is dan een soort gebrek aan vertrouwen in jezelf. Maar als dat dan ook nog vanuit de ploeg komt, maakt het dat ook nog een stuk moeilijker. En als atleet is het heel belangrijk om vertrouwen te hebben. Ja, absoluut. Ja, je hebt alle steun nodig, anders ga je er ook niet geraken. Hoe dicht heb je gestaan bij Dine Haak? Heeft hij ooit er effectief half aanhangen? Ja, op het moment dat ik sowieso... Is nog, dus we zijn blij dat hij daar staat. We zijn blij dat hij hier staat. Nee, ik heb natuurlijk mijn fiets in moeten leveren na mijn contract stopzetting. En ik heb dan 5 weken geen fiets gehad. dus het was de mountainbike terug op de weg. En dat vond ik eigenlijk, toen vond ik het eigenlijk pas weer leuk worden. Ja. Dat ik gewoon lekker kon gaan fietsen. Mm-hmm. Zonder druk en stress en van alles zonder om me al heen. Zonder al die klootrijden van, eigenlijk, te cru te zijn. Ja, dus dat heeft me er wel toe geholpen. En op dat moment zijn we ook begonnen eigenlijk, was er toch een ploegleider die vertrouwde in me had. Ja, ik heb hem opgeschreven. Ik ben even Davy Wijnand, denk ik. Ja, en toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar sponsoren. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal geworden. Ja, absoluut. Want we zijn dan begonnen in oktober, denk ik, 2019 met de nieuwe ploeg. Ja, dus En dat was een eenmansploeg, speciaal voor mij, om te zien of ik nog... Want die geloofde nog wel in mij. En op die manier zijn we toch alweer flink gegroeid naar dit jaar een UCI-team. Ja, best straf dat iemand die... Die zat ook in de ploeg van Experts, denk ik, op dat moment. Ja, maar die zag het dus ook van dichtbij allemaal gebeuren. Ja, inderdaad. En die had daar ook geen goed gevoel bij. Maar ja, als ploegleider heb je niet altijd alles te zeggen, natuurlijk. Dus dat is wel een opsteker geweest. Ja, ondanks dat ik toen nog wel momenten had van
wil ik het echt nog wel, dat fietsen? En ga ik er ooit nog komen? Want die vraag blijft natuurlijk wel in je hoofd rondspoken. Zijn er eigenlijk in die periode ook dingen die je dan anders leren ontdekken hebt? Of dingen die je anders beginnen doen zet? Ja, vooral gewoon dat er naast het fietsen dus ook nog een leven is. Ja, inderdaad. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je van je 18 jaar als prof leeft, dat je, ik kan erom niet zeggen dat elke week een discotheek zit of zo, helemaal niet. Maar dan leer je inderdaad wel andere dingen kennen, denk ik. Dat, ik heb ook in de periode inderdaad dat het minder ging, heb ik wel gemerkt dat ik door andere dingen te doen wel wat gelukkiger werd. Dus ook met vriendinnen gewoon wat gaan doen. Of simpel uit eten, een keertje uit eten gaan. Of gewoon een keer ergens heen fietsen. En een dagje in een leuke stad zijn. Of zo, daar genoot ik weer heel erg van. Ja. Terwijl ik dat eigenlijk die jaren niet meer kon. Ik kon niet meer van dingen genieten. Dus dan merk je wel dat het echt niet goed ging op dat moment. Dat is een soort van therapie geweest, denk ik. Kan ik me voorstellen. Ja. Heb je daar ook op dat moment professionele hulp voor gezocht? Ik ben wel naar een psycholoog geweest, sportpsycholoog. Ja. Maar ik merk dat dat totaal niet aan mij besteed is. Ja. Want ik ben niet iemand die graag praat. Zeker niet over gevoelens. Ja. Dus dan moet je verhaal gaan blootgeven aan iemand die je helemaal niet kent. Ja, ja. Dat hielp mij niet. Ik ben zo'n idioot die ook niet graag over mijn gevoelens praat. En nu samen is met een psycholoog. Dus vandaar dat ik ook de vraag stel. Of dat je daar misschien... want het is inderdaad zoals dat je zelf zegt. Dat kan helpen, maar niet voor iedereen. En niet iedereen zit in diezelfde situatie. Nee, want ik ben eerst dan bij Jeff Brouwers geweest. In België de... Heb ik ook al gevraagd. Genaamde persoon. Maar dat hielp mij niet. Dus daarna ben ik naar Nederland naar een vrouw gegaan. Want ik dacht, misschien durf ik gewoon niet tegen een man alles te zeggen. Misschien tegen een vrouw wel, omdat... Ja, mijn trainster Wilma Franke, die was ook een vrouw. En daarmee kan ik over alles spreken. Dus misschien dan vrouw. Maar uiteindelijk heb ik daar toch niks mee gehad. En met mijn trainster heb ik heel veel goede gesprekken ook kunnen hebben. Mm. En met mijn ouders en mijn eigen omgeving. En op die manier ben ik eigenlijk zelf uitgekrabbeld. Hoeft dan natuurlijk niet altijd de professionele kant te nemen. Het is natuurlijk wel goed dat je iemand hebt die nog in je gelooft, die in dat... die ploeg ook wil opzetten. Hoe belangrijk is zij geweest in heel dat proces? Heel belangrijk, veronderstel ik. Maar, Eigenlijk wel. Die heeft gewoon alles van heel dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk, er zijn niet veel mensen die dit hebben meegemaakt van dichtbij. Dus die ziet ook die heeft iedere stap gezien. Ja. Hoe slecht het ging met mij, en wat voor verschillende periodes ik heb gezeten. De ene week beter als de andere. Die heeft alles zo dichtbij meegemaakt. En gezien als er weer iets positiefs was, kwam op mijn pad, dan zag hij mij ook helemaal opbeuren eigenlijk. Ja. Dus als je zoiets van dichtbij meemaakt, dan weet je echt wel hoe je daarmee verder moet omgaan. Het is ook wel straf voor iemand om zijn nek uit te steken, zeg maar. Ja. Toch een ploeg oprichten voor iemand. Dat is niet evident. Sponsors gaan zoeken en zo. Dat is heel veel geloof in u hebben. Ja. Het is klein gestart. Ik denk voor een stuk uit uw eigen vraag ook. Niet direct het grote... Nee, we zijn gewoon inderdaad gewoon rustig begonnen. En dat was ook eigenlijk mijn idee van... als ik weer terug ga koersen, dan ga ik wel bij de club koersen. Dat ik gewoon weer plezier heb om te gaan fietsen. En dan ga ik er wel naast werken. Maar inderdaad, zo zijn we begonnen rustig aan. En ze hebben me alle tijd gegeven, de nieuwe ploeg, de nieuwe sponsoren. Dus dat was wel heel erg fijn. Ja. En op die manier, het heeft natuurlijk langer geduurd dan iedereen had gehoopt. Met die derde en die vierde test van die overtrainingstesten. Maar uiteindelijk kwam ik daar wel weer goed uit. En de eerste wedstrijd die ik dan ook reed, stond ik direct op het podium. Dus ik denk dat ik dat wel veel goed heeft gemaakt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat dan toch zo... Het zal toch wel ergens een soort van vraagteken zijn, ook al heb je veel vertrouwen in een persoon. Tuurlijk. Dus, dat blijft, hè? Want het is gewoon een lichaam en je werkt niet met robots. Ja. Nee. Dat zou heel makkelijk zijn in de sport. Zelfs gewoon ook kunnen aanduiden, daar ligt het probleem. Dat zou heel makkelijk zijn, maar de realiteit dat zou is mij wel al heel veel geholpen hebben dan. Ja, inderdaad.
Maar ondertussen is die ploeg onder 13 renners, denk ik. Of rensters, moet ik zeggen. Ja, ja. Ondertussen ja. Sterk. Ja, Chevalier dus, Cycling is toch wel ja, dus, toch grote stappen gemaakt. Van ja. Eind de winter, oktober 2018 naar 2019. Ja. Toen waar ik dan nog als enige renster ja. reed. En uiteindelijk nog een extra renster, Sarah Mustonen. Ja. Daar hebben we natuurlijk, omdat we clubteam waren, hebben we eigenlijk alleen maar kermiskoersen gereden. Ja. Daarna zijn we vanaf augustus gaan samenwerken met Multum Accountants Ladies Team. Waardoor we toch UCI-koersen konden rijden. Ja. En dat heeft dan ook gezorgd dat ik Eerondegemse Pijl heb gereden bijvoorbeeld. Ja. En Lotto Belgium Tour met hen. Mm-hmm. Dus dat maakte wel dingen ook in hun wakker van, nou ja, weet je... Misschien moeten we een volgende stap gaan doen. Ja, want we weten dat Talita graag op de weg rijdt ook. Ja, en ook op de weg nodig heeft voor de cross, maar ja. ook andersom. Mm-hmm. En ja, de dromen waren bij iedereen groot. En zo zijn wij in 2020 een UCI-team geworden. Ja, en dat is met 13 rensters. Ja, inderdaad. Dat is wel mooi. En ook voor de eerste keer met Demi, ja. de zus, erbij. Ja. En ik zie meteen uw glimlach en uw gezicht oplichten. Dus ik denk dat dat een positieve ervaring is. Ja, het is, de laatste jaren heb ik al vaker gedacht van misschien moeten we samen in een ploeg. Want ik denk ja. dat het ons echt sterker maakt mm-hmm. om samen in de ploeg te rijden. Maar het was altijd een beetje demiele kant van nee, liever niet. Dat was aan de eigenlijk. Ja, liever niet. Natuurlijk haar goed recht. absoluut. En waarom was het? Of? Nou, gewoon, ik denk dat ze zich daar prettiger bij voelde. Ja. Dat ze gewoon de eigen weg kon gaan ja. en niet naast mij moest staan, zeg maar. Maar nu ook, Demi reed bij Lotte Soudal en daar heeft ze ook wel wat problemen gehad qua blessures en al. En, ja, want zij heeft er ook een tijdje uit gelegen. Ja, ze heeft er ook een dik jaar uit gelegen, ja, ja. iets meer zelfs. En ja, ze wilde heel graag nog steeds koersen en ze had ook echt het geloof van, nou, dat gaat goed komen. Dus toen hebben we er ook... Ja. bij in de ploeg genomen. Ja, dat is wel leuk waarschijnlijk om nu ja. samen... We hebben waarschijnlijk nog niet samen gekoerst. We hebben nog niet samen gekoerst. Ja, alleen wel, een paar keer samen getraind van, de, ja, van het weekend nog. Maar ja, dat is natuurlijk ja, door het gekende verhaal van corona. Hè. En allebei corona. Geblesseerd. Dus ja. we kwamen al, moesten allebei nog opbouwen. Dus we hadden sowieso niet in het voorjaar ja, de zusjes hadden veel gemeenschappelijk wat dat betreft. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan ook wel... Een soort van extra steun bij elkaar vindt. Ja, dat is echt... sinds het laatste ja. jaar is dat alleen maar beter geworden, ja. eigenlijk. Ja, ja want ja, je maakt toch op zich een beetje hetzelfde mee, denk ik. Ja. Of heel veel hetzelfde zelfs. Ja. Dus ik kan wel voorstellen dat dat een vertrouwenspersoon of zo is, op een bepaald punt. Ik vraag altijd op het einde van mijn podcast de toekomst. Wat mag ik u toewensen naar de toekomst? De komende weken, maanden, jaren, zo zeg ik het altijd. Dus ik ga het nu ook zo doen. Ja, vooral, maar... vooral een goede gezondheid, hè? Ja, ja, ja. Want ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is ook. Want het fietsen aan zich vind ik echt weer superleuk. Ja. En ik doe iedere training met plezier. En het maakt me niet uit hoe zwaar dat die training is. Als ik zie dat ik blokjes moet doen, dan kijk ik er al naar uit. dus ik vind het fietsen vind ik echt weer heel erg leuk. Ja. Alleen hoop ik gewoon dat de gezondheid... ja, goed blijft gaan en dat we allebei ook, niet alleen ik, maar mijn zus ook, ja, fit zijn en lekker ons ding kunnen doen. Zonder dat we altijd weer op die bank moeten gaan zitten, omdat we net iets te veel hebben gedaan. Dus dat is wel het belangrijkste. En ja, ik denk als uiteindelijk als alles goed gaat, dan komt de rest vanzelf toch. Ja, ja, absoluut. Dus heel mooi. Meer kunnen we niet doen. We doen ons best en ja, dat doen we keihard iedere dag. Dus daar moeten inderdaad. We dan op vertrouwen. Hè? Ja, inderdaad. Want je moet inderdaad elke dag ermee bezig zijn. Er staat hier in de living ook een fiets die net achter de camera staat. Ja. Dus ze zitten er ook wel dagelijks... dit is een Wahoo eigenlijk, zie ik. Ik wist eigenlijk niet wat het was. Bij ons is het heel veel tax, denk ik. Ja. Wahoo is een Nederlands systeem, denk ik. Het is gewoon een ander merk, een ander bedrijf. Ja. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Het komt allemaal op hetzelfde neer, ja. Oké, zo wel. Maar rijdt u nu waarschijnlijk wel weer meestal op de weg, toch, denk ik? Meestal wel, ja. Maar van het weekend was het iets minder weer. En ik had een iets minder goede week van de week.
Wat meer last in de rug gehad. Maar ja, dat is ook omdat ik natuurlijk zwaardere trainingen heb gehad. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus dat hoort er allemaal bij. Dus ik heb vandaag, gisteren ook even de fiets op de Wahoo gezet. En lekker op Zwift even losgefietst. Ja, ja. Ja, zo meteen gaan we even kijken of het droog blijft of niet. Anders klim ik er toch weer op. Ja, ja, ja. Ik vind het normaal niet erg om buiten in de regen te rijden. Dat vind ik mij helemaal niet erg eigenlijk. Maar als je zo iedere dag je fiets moet gaan poetsen, wordt het ietsje minder leuk. Dat is het vooral. Hè. Ik rijd niet zo heel veel met de fiets, maar elke keer als ik met de fiets rijd, denk ik, oh nee, ik moet die fiets kuisen. Dat is het minst leuke. Het minst leuke van heel het verhaal. Maar ja, ik ga het u ook toewensen, hetzelfde wat je net zegt. En als het met Siver op de podcast te komen, het is de eerste keer dat hij de Nederlandse grens oversteekt. Mijn luisteraars zijn 85% Belgen. Ik kan dat zien in mijn systeem. Oh ja. Dus hopelijk kan dat nu misschien een beetje meer Nederlands worden. Zijn vast genoeg mensen die mijn verhaal willen horen, toch? Ja, ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik vond het al sinds heel interessant en leuk om mee te babbelen. Dus bij deze tot... ik ging zeggen tot de volgende keer, maar ja, inderdaad. Misschien tot de volgende keer. En aan de luisteraars ook tot de volgende keer. Perfect.